hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net wakker. Zo ziet mijn haar er meestal uit als ik net wakker ben. Gewoon lelijk, dus ik heb het liever altijd vast. Ik ga vandaag even snel mijn dag beginnen, want ik wil het hele huis schoonmaken. Ik ben echt zo met die energie zeg maar wakker geworden dat ik gewoon gelijk wil schoonmaken. Want ik kan me heen kijken en ik zie alleen maar troep. Dus dan wil ik gewoon gelijk aan de slag gaan, gewoon voordat ik rustig een ontbijt kan maken. Dus dat is wat ik eigenlijk gewoon gelijk ga doen. 1 uur later, nog steeds op bed. Dat bedoel ik dus. Ik keek om me heen en ik zag echt alleen maar troep. Ik denk, oh my god. Oké, we gaan starten. Dit is ook echt een heel rare houding. Ik krijg trouwens soms wel de vraag van, wil je een huistour doen en weet ik veel wat en zo. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen moeite gestoken in het huis. Het is een appartementje en we wisten gewoon, we gaan hier even tijdelijk wonen. En we waren sowieso van plan zeg maar, om een huis te gaan kopen. Duurde iets langer dan verwacht. Maar we hebben hier nooit echt moeite in gestoken. We hebben gewoon echt de basismeubels. En ik besef, heel veel dingen komen gewoon echt letterlijk nog uit de tijd weer in Zuid woonde. Dus we hebben gewoon alles meegenomen. En that's it. Eigenlijk het enige wat we nu hebben gekocht is onze bank in de woonkamer. En voor de rest zijn het eigenlijk allemaal oude spullen. Het is echt totaal niet mijn smaak. Het zijn ook echt allemaal koopjes en zo. Maar ik vond het goed genoeg, want ja, als je gaat verhuizen, dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. En dan ga ik natuurlijk gewoon alles gewoon vanaf het begin helemaal mooi uitkiezen. We hebben over 1 week of over 2 weken, hebben we dus al onze eerste afspraak voor het huis. We beginnen even met de keuken. Dus ik vind eigenlijk de keuken het belangrijkste. Gaan we dus even voor keukens rondkijken en daarna de badkamer en post. Mijn screen is weer binnen! Yes, yes! Krijg je trouwens soms reacties over, maar ik wil wel even duidelijk maken dat dit dus totaal geen aspartaam is. No way dat ik zoveel aspartaam in binnen ga werken. Ik kom binnen en deze kat is hier helemaal knock-out op het bed. Je bent zo lief, je bent echt lief. Oh. Kijk wat de Bolly. We hebben vandaag weer haar haren gekamd. En nu heeft ze nog een dunnere vacht. Maar ze is nog steeds zo bollig. Ze is nog steeds zo bollig, hè? Oh, nee. Ik laat je met je rust. Ja, dat vindt ze niet leuk. Willen jullie haar nou niet echt opeten? Kijk dan. Mooie snoet. Dat ziet er echt goed uit. Kijk hoe perfect die is gelukt. Normaal maak ik hem altijd kapot. Maar nu is die gewoon mooi rond. Alsjeblieft. En ik ga voor mezelf een cappuccino maken met amandelmelk. Dat is echt lang geleden. Daar. En nu een eitje voor mij. Voor mij gewoon heel simpel. 1 ei. 1 omeletje. 1 sneetje koolhydraatarm brood. Perfect. Zo, mijn huis is schoon en ik heb ontbeten. Dus deze meid kan weer een beetje ademen. En weer een normaal mens zijn. Ik ga hem even opmaken, klaarmaken en douchen en dat soort dingen. Vinden jullie het ook echt leuk om mijn vlogs te kijken? Waarbij iemand gewoon zo op beeld komt, echt net wakker en ziet er niet uit. Like this. En dan opeens zien de hele make-up. Zien ze er opeens helemaal uit als een andere mens. Ik hou daar echt van als mensen zo zeg maar hun vlog beginnen. Echt gewoon totaal geen moeite gedaan of zo. En dan opeens helemaal make-up in de middag. I love that. Dat is echt een van mijn guilty pleasures gewoon. En ik merk aan mezelf dat ik het meestal ook echt heel erg saai vind om naar vrouwen te kijken die de hele dag door perfect uitzien. Omdat ik misschien zo zelf niet ben. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb mijn haar even iets anders gedaan. Ik heb namelijk zo'n hoog geknot. En normaal gesproken heb ik 2 plukjes zo aan de zijkant. Maar ik heb gewoon echt een mega grote pluk. Ik vond het wel echt leuk. Ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in van Turkije nog. Ik heb even een andere lipcombinatie opgedaan. Ik heb dus laatst een lipliner gehaald van Catrice. En die is best wel donker. Die heb ik een beetje gemixt met een ander kleurtje. En deze lipliner geeft me een beetje die 90s look. En ik heb dus een jurkje aan van de Zara. Sorry guys, maar het is nog steeds basslippers voor mij. Ik ben nog steeds best wel opgezwollen, vind ik.
ik moet even mee met Nessie naar de kantoor. Want hij kan, tenminste hij kan wel auto rijden, maar hij heeft gewoon echt heel veel druk op zijn gezicht. Dus ik ga even hem brengen naar de kantoor. Gaan we even kijken of er post voor hem binnen is. En ja, maken we een soort van uitje van voor hem. Want hij komt echt bijna nooit buiten. Het is hier vandaag 32 graden. Echt niet om uit te houden buiten. En ik blijf eigenlijk liever binnen met de airco aan. Die airco werkt trouwens echt super goed. Niet normaal. Mijn hele huis is gewoon lekker cool. Ik kan me rustig opmaken. Ik kan rustig schoonmaken. Het is gewoon echt gewoon perfect. En echt een aanrader als je een appartement hebt. Als je een appartement hebt die op de hoogste verdieping zit. Met een platte dak. Dat hebben wij namelijk. Super warm. Wij gaan echt natuurlijk dood hier in de zomer. Maar de airco heeft ons echt gered. Weer voor deze zonnebril. Dat is denk ik op het moment echt mijn favoriet. Ik ga wedden met jullie. Ik ga hem dus naar kantoor brengen. En waarschijnlijk gaat hij zeggen, ik wil een ijsje. Let op. Die nu onderweg nog een snackje of zo halen? Snack. Ha? Wat dan? Ben je een snackje of zo halen onderweg? Wat dan? Ja, weet ik niet. Je bent niet op beeld. Ben je een snackje of zo? Wat wil jij dan? Nee, ik vraag aan jou. Wat wil jij? Ik weet het nog niet. Volgens mij weet ik wel wat jij wil. Ik weet al wat jij wil. Wat? Een ijsje. Ja! Nou, ik durf het niet te zeggen, want gisteren zou eigenlijk onze laatste ijsdag zijn. Hallo! Ik heb nog hechting in mijn neus. Oh, leuk om te weten, ik ben aan het filmen. Oh, sorry. We gaan lekker op avontuur. Oh, ja. En we gaan lekker op avontuur met z'n tweeën. Ja, ja, dat is lang geleden. Ja, we gaan een bewoonde wereld in. Ik heb het jullie gezegd, jongens. Wij gaan een ijsje halen. Proost, hè? Proost. En ze heeft twee bollen, hè? Ik heb één bol stracciatella. Zoals ik normale heb mensen. En ze heeft twee bollen. Eén stracciatella en één kinderbueno, toch? Mm. Dat is wel echt heftig, ik zeg je eerlijk. Nessim is even naar zijn post aan het kijken. En daarna gaan we even door. Ik weet niet hoe de planning is. Huh? Is het 6:30? Oh mijn god, ik moet mijn vlog nog editen. Fuck my life. Oh oh. Ik moet echt even weer vooruit plannen. Ik moet echt even weer vooruit werken, man. Ik kan echt niet. Guys, ik moet even heel snel naar de supermarkt. Even een paar dingen halen voor mijn salade. Want mijn avondeten is niet compleet. Ik heb trouwens lopen editen en mijn vlog komt zo online. Yeah. Nessie lacht me uit, want ik kwam binnen met dit. De paarse toiletpapier was in uitverkoop. Dan moet ik die echt hebben, jongens. Echt, ik ben die hele actievrouw, toch? Leuk toch wel. Twee haal in betalen, ja man. Even snel mijn boodschappen. Hup, 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 hup. Wat ga ik maken? Kijk, dit is echt zo'n klassieker. Die je altijd... tenminste, ik had deze vroeger altijd en Nessim ook, zegt hij. Ja, lekker wel. Ja, en soms heb je er gewoon zo'n zin in. Het is echt zo'n barbecue salade. En voor vandaag, tijdens het koken, heb ik als drinken Cola Zero Vanille. Ik ga dus starten met wat het langst duurt om te maken. En dat zijn de inktwisteringen. Olie in de pan. En dat mag best wel veel zijn. En de inktwisteringen erin. Ik heb de groenten gewassen. Ik ga even een salade maken met komkommers, tomaat en rode ui. Zo, ik heb alles een beetje fijn gesneden vandaag. En de helft gebruik ik in de salade en de andere helft gebruik ik straks bij de gamba's. Dit is de salade nu. Nu gaan we even met elkaar snijden. En deze olijven gaan er ook bij. Nu gaan we garnalen erin. Zo, ik ben nu even de garnalen aan het bakken. Lekker in knoflook en peterselie. My favo. Omgedraaid en dan doe ik lekker de rode uitjes erbij. Zo guys, dinner is ready. Heerlijk. Zin in. We gaan lekker eten. Ik mag weer lekker opruimen jongens. Dit is als ik heb gekookt. Dit is gewoon letterlijk na één maaltijd. Dit behalve deze twee hier. Ik ga even de keuken aan het schoonmaken. Ik kom dus even naar Marsha's vlog. Ik vind het vlog naar een echt zo lekker bevallen. Ze is natuurlijk net bevallen. En ik kijk letterlijk naar haar kraambeek. En ik vind het echt wel interessant. Het is echt leuk om te zien. Vandaag trouwens vrijdag en dat betekent een nieuwe aflevering van 90 Day Fiancé. En Nessie wist dat. Ik heb het niet eens gezegd, hè? Maar luister dan.
Hij wist dat. Dus hij is gewoon... Hij is dus zijn serie op zijn tablet aan het kijken. En ik vroeg hem, waarom doe je dat nou? Want ik ben nu gewoon saai alleen en niemand praat met mij. Toen zei hij, ja, jouw serie komt dus op. Hoe lief is dat? Dat vind ik echt lief. Ik heb een beetje te veel energie. En Nessie had me eigenlijk beloofd om mee te wandelen op het moment. Maar hij heeft daar zelf geen energie voor. Misschien gaan we in de avond nog wel weg. Hè? Echt waar? Misschien gaan we nog wel naar de McDonald's of zo. Wat? Oh, wat? Ik ben in een slechte bui. Wat? Wat wil je met McDonald's doen dan? Dat weet ik niet. Wat wil je met McDonald's doen? Misschien een McFlurry of zo al. Nee. Dat weet ik nog niet. Ik zeg toch, ik weet hallo, niet. Hallo, dit is mijn cola. Dus, ik heb het nog bewaard voor mezelf, omdat ik geen cola meer heb. Ik ben zielig. Ah, je mag gewoon van mij drinken. Ah, dankjewel hè. Maar wou je nog een Mickey? Nee, niet per se naar de Mickey, we kunnen toch wel iets gaan tankstation opzetten. Ja, wat ga je doen dan? Wat maar ik weet dat je zo bang voor bent. Ik weet dat ik die oude bui van mij ben. Welke bui? Met al mijn snacks. Dat is toch overdreven. Gaat niet goed, hè? Laten we heel eerlijk zijn, het gaat niet goed. Toch? Guys, ik heb jullie dus net verteld hoe lief mijn man was. En halverwege de aflevering zei hij opeens, ja, ze zijn nu allemaal online. Of live, weet ik veel wat het heet. Ik wilde er nu op. Maar ik was gewoon letterlijk halverwege de aflevering. Het werd gewoon net spannend gewoon. Toen kreeg ik een discussie met hem. Nou, prima. Mocht ik verder kijken. Maar hij deed echt zo irritant. Ik ken dat je dan verder mag kijken. Maar iemand is gewoon geïrriteerd. Elke minuut mij lastig vallen. Ja, ik kon de serie gewoon niet meer kijken. Dus heb ik hem gewoon uitgezet. Heel boos. En heb ik de afstandsbediening aan hem gegeven. Maar toen wilde hij meer PlayStation. Omdat hij wist dat ik dan pissig was. Dus toen heb ik mijn aflevering echt gewoon heel snel gekeken. Een beetje doorgespoeld naar de stukken die ik nog wou zien. En nu is hij aan het PlayStation. Echt mannen, zogenaamd lief. Kijk, ik kan echt letterlijk alles zeggen en hij hoort mij niet. Echt hè? Ja man. En deze kat hè? Ze gaat niet meer van de stoel af, echt. En ze smaakt Nessie soms echt met haar staart gewoon zo bam bam op zijn hoofd. Doe het maar, doe het maar. Lekker ding hoor, lekker doe ik ook altijd met haar kontje omhoog altijd. Nou jongens, het is weer zover. Ik heb mijn vlog niet afgesloten, dus ja, tot morgen. Doeg.